Voor degene die al online gekomen zijn. Welkom. Even kijken. Even kijken. Nou, even kijken. Zo. Alvast hallo voor iedereen die er al is. Even kijken, er zijn wat nieuwe dingetjes in de chat. Zie ik wat nieuwe functies. Ik zie dat er al aardig wat mensen zijn. Als jullie al vragen hebben over de software, laat die vragen dan vast weten in de software. Of in de chat. Dan ga ik daar zo eventjes naar kijken ook. Even kijken. Kopiëren. Nou. Op de groepen staat het linkje voor degenen die het eventueel vergeten zijn of niet meer zo goed weten waar ze de live terug kunnen vinden. Dus dan gaan we eens eventjes kijken naar... Even kijken... Nou, de software zo dadelijk, die ga ik straks eerst maar eens even met jullie delen. Ik krijg al een Facebook berichtje van waar we te vinden zijn. Zo. Veilig chatten voor iedereen. Even kijken. Oké. Goedenavond Harry, Esmeralda, Karin, Marinda, Helma, Salua, Mirjam, nog Mirjam, Agnes. Even kijken, ik zie dat Esmeralda al een vraag heeft. Ik weet alleen niet helemaal goed hoe jij je vraag bedoelt. Dus misschien dat je... Ik zie staan, waarom geeft beta geen update als je een letter bij de front? Ik weet niet helemaal hoe je deze vraag bedoelt, Esmeralda. Even kijken, ik ga mijn scherm vast met jullie delen. Deze. Even kijken. Als het goed is, zien jullie allemaal mijn scherm nu? Ik zal mijn scherm even ietsjes groter maken. Ik zit even te denken. We gaan maar vast naar het canvas toe. En dan gaan we het eens even hebben over de nieuwste updates. Nou, ik had vanmiddag al een filmpje geplaatst met een van de wat nieuwere functies in combineren. De verwijder functie. Dus we gaan zo nog even kijken naar het combineren. Wat is er nog meer? De bewerkbare afbeeldingen in Design Space is een nieuwe functie. Daar gaan we eventjes naar kijken. De bounding box gaan we naar kijken. En daar wil ik eigenlijk eventjes mee beginnen. Want dat is volgens mij de nieuwste update op dit moment. Die kreeg ik gisteren in mijn laatste update binnen.
En ik wil graag met jullie daarna gaan kijken van wat dat nou eigenlijk inhoudt en waarom ze dat gedaan hebben. Dus ik ga heel eventjes een vormpje pakken. Ik ga een hartje erbij pakken. En dan zien we om dat hartje hierheen, dat vierkant, met die vier witte blokjes eromheen, waar je je afbeelding groter en kleiner kunt maken. Dan hebben we hier boven in het scherm hebben we een slotje staan. Als we dat slotje aanklikken, kunnen we hem ook smaller maken of juist platter maken. Maar wat gebeurt er nu als we een hele kleine afbeelding maken? Dan zien we zo dadelijk dat die bounding box verandert. En hier staat dan een boodschap. Bij kleine afbeeldingen, dan verandert dus die bounding box, kun je niet meer. En dan heb je dus twee blokjes in plaats van vier van die trekblokjes, zodat je je afbeelding groter kan maken. Dit hebben ze gedaan zodat wanneer je een hele kleine afbeelding hebt, zoals ik nu heb, zonder dus die witte blokjes, als ik hem selecteer, dat je hem wel heel makkelijk kunt selecteren om ergens anders neer te zetten. Toen we nog van die blokjes eromheen hadden, werd het heel lastig om die hele kleine afbeeldingen te verplaatsen. Nu is dat niet meer zo. Dus als ik nu hierop druk, heb ik hem gelijk te pakken, kan ik hem gelijk ergens anders neerzetten. Maar je ziet nu ook dus dat ik niet meer van die blokjes heb. Dus ik kan hem niet meer groter maken of kleiner maken. Onderin stond de boodschap dat als jouw bounding box verdwijnt, dat je even hier links onderin bij in- en uitzoomen gaat inzoomen, tot jouw bounding box weer terug is. We hebben hier nu weer blokjes staan en ik kan hem weer vergroten. Ga ik nou weer uitzoomen naar 100%, zul je zien dat die bounding box weer is blijven staan. En dat is dus ervoor om te zorgen dat je die afbeelding kan verplaatsen zonder dat je gelijk het formaat verandert. Is dit een klein beetje duidelijk voor jullie? Hoi Sandra. Is het duidelijk waarom ze deze update gedaan hebben? Normaal hadden we dus 1, 2, 3. Vier blokjes om te vergroten en te verkleinen. Als we heel klein gaan, was het heel lastig doordat die blokjes steeds dichter bij elkaar gingen staan. Om dat hartje te selecteren, want dan zat je gelijk op die vier blokjes. En nu kun je hem super simpel verplaatsen. En hier kunnen we in- en uitzoomen. En als we dus inzoomen, krijgen we de blokjes weer terug, kunnen we hem alsnog vergroten. Is dit duidelijk of zijn je vragen over? Ik zie staan hooi en duidelijk. Hartstikke mooi. Karen vindt hem ook duidelijk. Dan weten jullie in ieder geval waar de blokjes gebleven zijn en wat de reden van de verandering van die bounding box is. Dan gaan we eens eventjes naar de linkerkant van het scherm. Hier zien we bewerkbare afbeeldingen. Hebben jullie dat al bekeken? Heb je daar toevallig al wat mee gedaan? Of heb je zoiets van, joh, ik heb geen idee wat het inhoudt? We gaan eens eventjes het hartje verwijderen en we gaan hier maar eens eventjes op bewerkbare afbeeldingen drukken. Dan komen we gewoon in een scherm, net als dat wanneer je op afbeeldingen of projecten drukt. En we zien hier allemaal plaatjes in Design Space die we kunnen gaan gebruiken. Je ziet die groene labeltjes er weer bij zitten. Het labeltje dat betekent dat ze dus in Cricut Access horen en dat je er een Angel Policy op hebt. Dus dat je die afbeeldingen, als je lid bent dus van Cricut Access, ook kunt gebruiken voor commerciële doeleinden. Dus je mag iets wat je hier maakt, waar dit labeltje bij zit, maken en dan verkopen. Je ziet een afbeelding met tekst. Die bewerkbare afbeeldingen hebben altijd een tekst in de afbeelding zitten. Je ziet ook dat deze afbeeldingen grijze tekst hebben met daaromheen een blauw lijntje. Dat zul je zien bij alle afbeeldingen. Grijze tekst, blauw lijntje, grijze tekst, blauw lijntje. Hier ook. Dus overal zie je die blauwe lijntjes terugkomen. Die blauwe lijntjes, die afbeeldingen, kun je door er
als je hem opent, dubbel op te klikken op je canvas, kun je die teksten veranderen. Ik ga er eens even eentje uitzoeken. Nou, bijvoorbeeld deze. Nee, wacht. Pak gewoon deze, maar niet uit welke. Ik ga hem toevoegen aan mijn canvas. Hier zie je ook weer dat de tekst grijs is met zo'n blauw lijntje eromheen. Als ik nu dus dubbelklik op die tekst, zie je dat er een roze vlakje omheen komt. Ik heb zelf een MacBook, dus dan wordt het roze. Als ik nu ga typen, bijvoorbeeld Nigel. Oh, dan ben ik mijn andere toetsenbord pakken. Want mijn toetsenbord is leeg. Slim. Dan zie je dat de afbeelding direct verandert naar de naam Nigel. Dus als Nigel 1 wordt, heb ik een persoonlijk kaartje voor hem gemaakt. Nigel zit hier nu te lachen. Vindt hij niet zo leuk. Hij wordt 18, dus het is wel een beetje flauw. Maar goed, pak niet. Ja, je bent 18, ik weet het. Druk ik er nou weer op, kan ik hem veranderen naar Mitchell. En je ziet ook dat het formaat exact blijft voor in de hoogte van dit balkje. Dus hij blijft netjes op maat. Nou, deze ga ik heel even verwijderen. Dan even terug naar bewerkbare afbeeldingen. En we gaan dus eventjes ietsjes verder kijken, want er zijn heel veel van die afbeeldingen. Maar ik wil een afbeelding met gebogen tekst hebben. Of in ieder geval tekst die met een bepaalde richting meegaat. Deze vind ik ook erg leuk. Een telefoonhoesje of zo op de achterkant. Maar bijvoorbeeld deze. Als ik deze ga toevoegen aan mijn canvas, dan zie je dat die tekst al rondloopt. Nou, soms is het wel eens lastig als jij een bepaalde afbeelding hebt met een ronde vorm erin, waar de tekst netjes met de ronde vorm meeloopt, om zelf diezelfde ronding met de bochtfunctie te krijgen. Nou, heb je nou een afbeelding zoals deze, waar al tekst rond in staat, en we gaan daar een eigen tekst in zetten. Ja, zo. Dan zie je dat hij diezelfde ronding heeft behouden. Dus dat is super makkelijk. We gaan nog een keertje terug naar bewerkbare afbeeldingen. Ik wil eens even kijken of we iets kunnen vinden als we op geboorte zoeken. Hier zie je namelijk hele leuke geboorteborden staan. Nou, als ik nou zo'n bord eens aanklik. Hier zie je dan een prijs staan. €15,96. Ik wil even uitleggen hoe ze op die prijzen komen. Als je lid bent van Cricket Access, kun je het gewoon maken omdat jij betaald hebt voor je Cricket Access abonnement. En dan kun je deze dus maken zonder extra bij te betalen. Die prijs van €16,96 is best een flinke prijs voor een geboortebord te gaan maken. Maar dat komt omdat er drie afbeeldingen in zitten. Of drie lettertypes in zitten. Drie verschillende lettertypes. Lettertypes kosten €4,99. En er zitten plaatjes in. Dus je hebt dan drie keer die €4,99 plus nog die 99 cent voor een plaatje waar je voor moet betalen. Dus dat is hoe die prijzen opgebouwd zijn. Heb je nou een lettertype die je gaat gebruiken, die je ooit gekocht hebt, dan zul je zien dat die prijs ook naar beneden gaat. Dus stel, je hebt al twee lettertypes gekocht die in deze afbeelding zitten, betaal je geen €15,96, maar gaat er twee keer €4,99 af, als je geen Cricket Access lid bent. Ik ga deze even selecteren. Of deze, die vind ik ook wel leuk eigenlijk. Ah nee, we houden gewoon even op deze. Maar ik kom niet uit welke. Een geboortebord. Normaal gesproken had je dan al die tekstjes zelf moeten veranderen. Dat kunnen we nu ook gaan veranderen, maar het staat gelijk in één keer goed. Dus we kunnen hier inzetten. Ryan. Oh, dubbel klikken.
Tegelaar. Oh, wel lastig type te maken. Ryan Tegelaar. Nou, dan kunnen we de datum veranderen. Bij ons gaat de datum niet als juni 21, 2022. Maar wij kunnen gewoon invullen nu, als we dubbelklikken. 21 mei 2014. Even een spatie erin. Nou, hier kunnen we het gewicht zetten. Dus hij woog 3 kilo. Ja, hoe gaan we dit invullen? 3 kilogram. Ik doe het gewoon heel eventjes zoals we het hier hebben staan. En 7 ons. En ik weet dat wij het niet zo schrijven in Nederland, maar het gaat heel eventjes om het idee. 21 zijn inches. Nou, wij hebben natuurlijk geen inches. Ryan die was 52 centimeter. Dus inches veranderen we naar cm. Geboortetijd was 06 4 5. En deze kan helemaal weg voor mij. Ik kan hem nou nog wat veranderen. Dubbelklikken. Horen. En zo kun je dus je eigen afbeeldingen personaliseren. Het valt mee hoor, blijken. Ik heb net heel even een klein stukje laten zien van wat de bounding box doet in Design Space. Maar dat kun je even terugkijken als je wilt, als de live afgelopen is. En we zijn nu heel even aan het kijken aan de linkerkant van het scherm naar de bewerkbare afbeelding. Dus op deze manier kan ik zelf zo'n afbeelding aanpassen. Nou, deze gaat even weg. We gaan een nieuwe afbeelding bekijken. Dus hier allemaal geboortedingetjes. Wat staat er nog meer op? Kijk, hier zie je al die dingetjes staan die we kunnen veranderen naar persoonlijke wensen. Hier ook. Als we gaan zoeken op verjaardag. Weer het verkeerde toetsenbord. Verjaardag. Dan zul je zien dat we allemaal dingetjes krijgen voor de verjaardagen. En kunnen we dus heel simpel deze weer gaan aanpassen. Happy birthday. Zien we hier staan voor je 16e verjaardag. Wordt iemand nou 18? Kunnen we er 18 van maken. Hier kunnen we de naam veranderen. Happy first birthday kun je ook second van maken, noem maar op. Hier nog eentje, vintage, sinds 1981 ikke. En ik word alweer 42 aanstaande vrijdag. Kunnen we maken als we zouden willen, maar ik ga dat niet ophangen in mijn huis vandaag. Gaan we maar niet doen voordat er weer foute grapjes over gemaakt worden door bepaalde mensen hier in huis. En ik zal verder geen namen noemen. En niemand lag hier natuurlijk op de achtergrond. Dus alle tekst die je hierin ziet staan, waar dat blauwe randje omheen zit, is bewerkbaar door er dubbel op te klikken. En wat je dus kunt veranderen. Ja, ja, maar Mirjam, vrijdag alweer. 42. Tijd gaat zo snel. Is dit een beetje duidelijk hoe dat werkt, die bewerkbare afbeeldingen, en wat je daar nou exact mee kan doen voor jullie? Dus heb je access, dan zijn die prijzen eigenlijk niet van toepassing als dat labeltje erbij staat van access, die groene. En ja, wat ik al zei om duidelijk te maken hoe die prijzen nu berekend worden. Het is een combinatie van een afbeelding en een lettertype. In deze zie je dat die 99 cent kost. Dan is dus de afbeelding 99 cent. En het lettertype is gratis.
Oh, Mirjam, dan valt het inderdaad reuze mee, toch? We zijn hartstikke jong nog. Ik zeg niks, denkt Nigel. Die kijkt me alleen heel, lachend aan. Even kijken, wat hebben we eigenlijk nog meer? Oh, leuk, Helma. Dus dan hebben we samen een feestje. Ik moet tot 2 uur werken. En daarna ga ik lekker taart halen en zo. Dus, jammer dat we geen geluid hebben van de achtergrond. Ja, nee, Nigel die maakt alleen maar van die geluidjes van nog net niet yeah right, dat hij zegt, maar. Hoor ik nou op de achtergrond. We zijn hartstikke jong meer, Jan. Eens even kijken. Nou ja, hier ook weer die happy first birthday dingetjes. Dat kun je allemaal veranderen naar je eigen persoonlijke wensen. Nou, ik moet wel werken, dus ik ga lekker taart halen als ik thuis kom. En we maken er gewoon een leuke dag van. Had iemand hier nog vragen over die bewerkbare afbeeldingen? Is hier nog iets over wat je graag wil weten? Geen vragen? Dan gaan we deze eventjes annuleren. En dan wil ik eigenlijk nog een keertje naar dat menutje combineren gaan kijken. Is dat al helemaal duidelijk wat al die nieuwe functies, zeg maar, bij combineren doen? Ik ga deze even wat groter maken. En ik pak er eventjes een sterretje bij. Of hebben jullie er al echt in verdiept wat het combineren nu doet? Voor de mensen die vrij nieuw zijn, is het misschien niet iets waarvan ze denken van je, oh ja, dat is veranderd. Ik merk dat in de workshops ook wel. Mensen die eigenlijk net de machine hebben, die hebben natuurlijk nooit geweten dat deze software aan de onderkant hier die functies, dat dat eerst anders was. Dus opsplitsen, combineren, bijvoegen, lagen vastmaken en contour. Maar ja, bij degenen die al een tijdje verstokt bezig waren met Cricut, is het natuurlijk ineens veranderd, de functies die je hier ziet staan. Dus daar wil ik heel even naar kijken. Voorheen gebruikte ik eigenlijk altijd als ik een sterretje uit een ronde vorm wou halen, de functie opsplitsen. Dus dan selecteer ik beide afbeeldingen. Hier in het lage paneel zie je dat ze nu beide groen zijn. En we kunnen naar opsplitsen gaan. Als we dat doen, zien we dat we het sterretje wat bovenop de zwarte vorm lag uit die ondervorm hebben gehaald. Dus net als een kleivormpje, als een deegvormpje om koekjes te maken, haal je met de vorm die er bovenop gaat, de vorm uit de onderlaag. Opsplitsen kan maar met 2 lagen tegelijk. Ik ga nu even 3 lagen doen. Ik heb dus de zwarte onderlaag, een blauwe laag voor één ster en een gele laag. Als ik ze alle drie selecteer, zie je alle drie de lagen geselecteerd in het paneel staan. En dan zien we hier staan dat opsplitsen niet gebruikt kan worden. Nou, dat komt dus omdat het maar met 2 lagen tegelijk kan. Ik kan nu ster met de selecteren met de onderlaag en dan eerst de gele ster zo selecteren. En daarna deze 2 selecteren, blauw en zwart. En dan opsplitsen. Wat ik ook kan doen, is eventjes in het lage paneel bij de sterren selecteren, naar combineren gaan en dan op lassen drukken. Want dan zie je namelijk dat deze gele en blauwe laag gecombineerd worden naar 1 laag. Nu heb ik dus 2 sterretjes tegelijk geselecteerd als 1 laag met die onderlaag. 2 lagen geselecteerd in totaal. En kunnen we hierop opsplitsen drukken. Nu zie je dus dat we die 2 sterren in 1 keer opgesplitst hebben.
Esmeralda, nee, dit is niet de beta-versie, dit is gewoon de live-versie van de software. En Karin, wat leuk dat je inderdaad volgende week erbij bent bij de workshop. Ik had inderdaad al de aanmeldingen binnen zien komen. Hartstikke leuk. Wat er gebeurt als je gaat opsplitsen, is dus dat je die vorm erop legt. En wat er uit die onderlaag gehaald wordt, deze twee, behoud je ook. Nou, bij mij is het eigenlijk 9 van de 10 keer de bedoeling dat wat ik eruit haal, dat dit het enige is wat ik overhoud. Deze twee mogen voor mij de prullenbak in en verwijder ik altijd allemaal. Die twee sterretjes, één voor één eventjes verwijderen met opsplitsen is ook niet zo'n heel erg probleem. Maar wil jij nou? Kijk, hoe gaan we dat even doen? Ik ga deze even rechte muisknop dupliceren. Zo. Die erop. Nog een keertje. Kijk hoor. Nou, we hebben meerdere lagen, hè? Maar stel nou dat we 30 losse sterretjes hebben. En we moeten ze één voor één gaan verwijderen. Dan is dat echt heel veel werk. Je kunt dan, wat ik al net liet zien, met lassen. Die lagen eerst even selecteren allemaal. Op lassen drukken, er één laag van maken. En dan opsplitsen. Nou, dat was hoe ik het vroeger altijd deed. Omdat we die combineerfunctie niet hadden. Nu kunnen we alles selecteren in het beeldscherm. Dus alle lagen tegelijk. Als we dan naar combineren gaan en we drukken hierop verwijderen, dan zie je dat ik gelijk al die laagjes uit die onderlaag gehaald heb. We houden niet de sterretjes over die daaronder stonden. Ik ga even mijn beeldscherm een klein beetje veranderen. En zo. Maar dat is voor mij ook niet de bedoeling. Ik wil dingetjes opsplitsen uit die onderlaag en die onderlaag gebruiken. Dus al die losse dingetjes die eruit komen, heb ik toch niet nodig, want dat verwijder ik toch altijd. Dus tegenwoordig gebruik ik bij combineren altijd verwijderen. Helma zegt, ze gebruikt het wel, maar vindt het nog wat lastig. Even kijken, blijken zeg ik voor waar soms nog wel eens toevoegen en lassen. Bedoel je bijvoegen, blijken of wat bedoel je met toevoegen? Je moet dan niet die ronde zwarte ondervorm erbij selecteren. Alleen de sterretjes die hierin staan. Dus kijk, ik ga heel eventjes ongedaan maken, het verwijderen. Dan heb ik die ronde vorm heel even aan de kant en die zet ik op een andere kleur. Dan is het wat duidelijker dat we twee lagen hebben. Zo. Nou, wat ik dan doe is in het lagenpaneel aan de rechterkant, daar selecteer ik de lagen die ik wil lassen tot één laag. Dus alle lagen waar die zwarte sterretjes op staan. Ik hou dan shift op mijn toetsenbord ingedrukt en dan kies ik één voor één die sterretjeslagen. Ik heb nu die lagen hier geselecteerd. En als ik dan bij combineren naar lassen ga, zie je dat ik er maar één laag overhoud. En nu kan ik die gele laag en die zwarte sterretjes opsplitsen. Of ik druk bij combineren op verwijderen en dan zijn ze ook weg. Blijken zegt dat je meerdere lagen samenvoegt. Bedoel je dan bijvoegen, zodat ik heel eventjes een vorm heb. Ik heb bijvoorbeeld nu deze vorm. Die zet ik eventjes op geel. Ik ga naar vormen en ik wil daar een vouwlijn in hebben. Die vouwlijn die wil ik exact in het midden hebben. Ik weet niet of dit precies is wat jij bedoelt door blijken, maar dat gaan we zo wel horen.
Die ga ik even in het centrum zetten, zodat hij exact in het midden staat. Dus dat ik een dubbel vouwende kaart krijg. Hoi Patricia. Deze beide geselecteerd. En als ik dan niks doe en ik druk op maken, dan zie je inderdaad dat mijn vouwlijn hier op mat 1 staat en dat mijn snijlijn op mat 2 staat. En dat willen we niet, want we willen dat die twee lagen bij elkaar blijven. Dus dan selecteer ik deze en dan drukken we op bijvoegen. Hier zie je ook staan dat de lijn en het vierkant bijgevoegd zijn. En als ik nu op maken druk, dan zie je hier op mat dat de vouwlijn op de kaart is blijven staan. Is dit wat jij bedoelde, blijken of niet? Is goed, Esmeralda. Doei doei. Fijne avond. Inderdaad, toch geluk, Patricia. Nou, we gaan heel eventjes terug naar het canvas. En dan lees ik zo dadelijk wel of jij dit bedoelt, blijken. Want ik wil nog eventjes terug naar het combineren gaan. Je ziet namelijk bij combineren diverse opties. Deze ga ik even dupliceren. Zet ik ernaast. Maak hem eventjes wat groter. Even mijn toetsenbord aan de kant, want anders blijf ik iedere keer mijn toetsenbord gebruiken, mogelijk. Zo, twee kleurtjes. Ik heb nu twee cirkels. Die ga ik eventjes selecteren. In mijn lage paneel zie je weer dat ze allebei groen geworden zijn. Dit bedoel jij niet, blijken. Dan moet je mij toch nog heel eventjes uitleggen hoe je het wel precies bedoelt. Maar was dat print en cut, blijken? Dus dat je iets wilde uitprinten en daarna uitsnijden, want dat is lagen vastmaken. Nou goed, ik ga heel even dit laten zien en dan ga ik zo terugkomen op jouw vraag. Ik heb nu twee rondjes geselecteerd. Als we dan gaan kijken bij combineren, zien we lassen staan, verenigen, verwijderen, doorsneden en uitsluiten. Nou, net zag je dat ik met lassen, met twee sterretjes die los van elkaar stonden, van twee lagen, één laag heb gemaakt. Maar als ik nu op lassen druk, kun je ook zien dat ik van twee vormen één vorm heb gemaakt. Dat ik ze aan elkaar gesmolten heb. Dat is ook goed blijken. Gaan we daar later nog even op terugkomen. Dus met lassen kun je ook vormen samensmelten tot één vorm. Nou, dat lassen kun je met meer dan twee lagen tegelijk geselecteerd gebruiken. Dus dat kan met bijvoorbeeld wel 10 lagen als je zou willen. Ik ga even één stapje terug. Ik heb hier twee losse rondjes. Ik selecteer ze beide. We gaan het combineren. En dan zien we onder lassen, zien we verenigen staan. Daar ga ik op drukken. En dan zul je zeggen of denken van, joh, dat deed lassen ook. Dit is exact hetzelfde. Alleen dat is niet helemaal waar. Dit kan ik met de rechter muisknop ongedaan maken. Als we eventjes teruggaan naar lassen. Dus ik ga weer combineren en lassen. En ik doe de rechter muisknop. Zie je het niet staan, lassen ongedaan maken. Lassen kun je dus nooit meer ongedaan maken als je eenmaal verder bent in je project. En het is dus een permanente bewerking die je doet. Combineren en verenigen kan ik wel ongedaan maken. Ook als ik hem vandaag opsla en ik heb morgen zoiets, ik ga ermee verder en ik denk, oh, dat had toch niet gelast moeten worden, kan ik het ongedaan maken. Ook kan ik het nog aanpassen. Stel dat ik toch wil dat die twee ronde vormen wat verder uit elkaar komen staan en wel gelast blijven, kan ik hier in mijn lage paneel zo'n cirkel selecteren. Kan ik hem verder wegzetten
Ik laat hem los en hij is alsnog gelast. Dus lassen is niet meer ongedaan te maken of te bewerken. En verenigen is dat wel. Dus met verenigen kom je op zich op dezelfde resultaat uit. Alleen je kunt het ongedaan maken en nog bewerken op een later moment. Is dat een klein beetje duidelijk? Ga deze weer eventjes terugzetten. Ik weet dat er een vertraging zit in de chat, dus als er zo nog vragen over komen, ga ik daar zeker nog even op in. Ik ga deze weer selecteren. Even zien, hoe kan ik in een vierkant een horizontale en een verticale vouwlijn maken? Ik neem in ieder geval aan dat je een vouwlijn bedoelt, Kirsten. Ga ik straks even laten zien. Ik heb hier nu weer die tweezelfde cirkeltjes geselecteerd. Ik ga weer naar combineren. Je ziet overal een icoontje voor staan. Nou, bij verenigen zag je net dat je beide cirkels had. Als je die last, wordt het één geel, dus je houdt die beide cirkels. Dus die zijn helemaal zwart. Dit is wat je overhoudt als je op verenigen drukt. Bij verwijderen staat dat de onderlaag zwart is. Dus de onderlaag blijft over. Dus deze is de onderlaag, dus dit zal overblijven. Dus een soort half maatje. Kijk, klopt ook. We houden deze laag over. We gaan een stapje terug. Weer twee vormen, combineren. En dan zien we onder verwijderen hier doorsneden staan. En je ziet dat het overlappende gedeelte zwart is in het midden. Dus hier zou dat vormpje in het midden, rabol, overblijven. Ik ga dus drukken op doorsneden. En je ziet inderdaad dat dit onderdeel overblijft. Hier, rabol. Hij maakt zelf herrie en daar schrikt hij van en dan gaat hij blaffen. Eén stapje terug. Beide cirkels geselecteerd. Combineren. En bij uitsluiten zien we dat alleen het overlappende gedeelte wit is. Dus dat verdwijnt ze dadelijk. En de openliggende, dus overhellende stukken, ja, die blijven bestaan. Het middenstukje is weg. Is dit een klein beetje duidelijk wat die functies nu exact doen? Dus wat ze weghalen en wat ze laten staan. Ik zie staan bij H. Jansen. Hoef je dan niet meer te lassen als je helemaal klaar bent? Nee, je hoeft niet meer te lassen als je op combineren hebt gedrukt en verenigen. Want dat heeft hij al gelast. Patricia is daar met de schijf in haar hoop gewist. Ja, dat kan inderdaad nog wel eens lastig zijn. Soms dan ben je het even helemaal kwijt. Ik heb ook wel eens dus een avond, weet je, dan ga ik zitten en dan heb ik een heel idee in mijn hoofd wat ik wil maken. En dan ga ik zitten en dan denk ik van jongen, echt, hoe heb ik dit kunnen bedenken? En dan is het voor mijn gevoel hartstikke ingewikkeld en dan wil niks lukken. En een dag later ga ik zitten en dan denk ik van nou, was dat nou alles? Maar soms dan heb je gewoon van die dagen of momenten of periodes, dat het allemaal even niet helemaal wil vlotten. En ook ik heb die momenten gewoon. Ik ga deze even weghalen. Mochten er nog vragen komen, ze dadelijk naar de vertraging van de chat, ga ik daar nog op terugkomen. Ik ga even naar de vraag van Kirsten. Ze wil graag weten hoe je een verticale en een horizontale vouwlijn maakt in een vierkant. Dat gaan we eens eventjes erbij pakken. Daarvoor gaan we eerst even een vorm pakken. Ik pak een vierkantje. Die ga ik even kijken. 7,5 centimeter breed maken. Of nee, wacht. Ik ga hem groter maken. Ik wil een wat grotere vorm hebben. 15 centimeter. Hop. Ik ga hem ook even in een andere kleur zetten. Zodat ze dadelijk de vouwlijnen wat beter te zien zijn.
Ik ga deze vorm helemaal linksboven in het scherm zetten. Dus hier bij die 00 staat die exact aan de linkerkant er strak tegenaan en aan de bovenkant. Dat zie je ook terug bij de x- en de y-as. Als ik hem iets verplaats, zie je dat die op de x-as op 0,9 staat. Dus bijna op 1 centimeter van de kant. En bij de y-as staat hij nog helemaal aan de bovenkant van het canvas. Ik zet hem weer helemaal links, staat hij weer op 0,0. Nou, nu gaan we een vorm pakken. En dan kiezen we de eerste vorm. Als ik mijn muis daarop laat staan, zie je ook dat het een scoorlijn is. Een vouwlijn. Ik ga die vouwlijn selecteren. Nou, die vouwlijn maken we ook 15 centimeter. Door die x- en die y-as te gebruiken, kunnen we hem precies op de juiste plek zetten. Dus stel dat deze op 3 centimeter vanaf de kant moet gezet worden, kunnen we hem hier bij de x- en de y-as op 3 zetten en deze op 0 laten staan. En als we dan op enter drukken, zien we dat hier exact nu 3 centimeter vanaf de linkerkant van de vorm staat. Nou, we hebben hem nu 15 centimeter gemaakt. Dus als ik hem ook 3 centimeter vanaf de rechterkant van de vorm wil maken, moet hij op 12 centimeter komen, de volgende. Dus ik pak die, Ctrl-C, Ctrl-V. En dan ga ik hem hier op 12, zei ik. En hier de y-as op 0 zetten. En enter. En we hebben twee vouwlijnen gemaakt. Eentje op 3 centimeter. En eentje op 12 centimeter vanaf de linkerkant van het vierkant. Deze selecteer ik weer even. Want ik wil bijvoorbeeld ook hier een vouwlijn hebben. Hij begint helemaal aan de linkerkant van de pagina, maar wel 3 centimeter vanaf de bovenkant. Wat ik dan doe, is Shift ingedrukt houden op mijn toetsenbord. Ik zorg ervoor dat dat pijltje, zoals die nu staat, in een boogje staat. En dan gaat hij stapje voor stapje gaat hij draaien. Hier zie je nu ook dat hij een 90 graden is gedraaid. Dus als ik nu terug ga, kan ik hem ook selecteren. En hier gewoon op 90 zetten. Heb ik ook een horizontale vouwlijn. Die vouwlijn kan ik nu bij die x-as op 0 zetten, dan staat hij helemaal aan de linkerkant van mijn scherm. En deze kan ik op 3 centimeter zetten, want dan staat hij 3 centimeter vanaf de bovenkant in de vorm. Als ik die vouwlijn nou ook aan de onderkant wil hebben, dan kan dat ook. Ga ik hem gewoon weer eventjes dupliceren. En ik zet hem hier bij x weer op 0. En hier zet ik hem op 12. Hebben we hem ook weer 3 centimeter vanaf de onderkant staan. Op deze manier weet je altijd dat al jouw vouwlijnen exact op de juiste plek staan. Nou, ik gebruik dit heel vaak bij het ontwerpen van mijn eigen projectjes. Als je dus een doosje hebt gezien, of je hebt er een template van gezien op internet. Vaak zie je op YouTube filmpjes dat mensen met de hand doosjes of kaartjes maken en dan een schemaatje erbij hebben van oké, op 3 centimeter vanaf de linkerkant moet een vouwlijn komen. Op 12,5 centimeter vanaf de linkerkant moet een vouwlijn komen en dan op 20 centimeter weer eentje. Dan kun je op deze manier dus die vouwlijnen exact op de juiste plek zetten. Nou, ik heb hier nu vouwlijnen staan. Maar het kan ook zijn dat jij hier bijvoorbeeld een blokje uit weg wil halen. Dus dat hier een vierkantje uit weg moet. Wat je dan gaat doen is gewoon een vorm pakken. En stel dus dat ik inderdaad dit blokje wat hier staat van 3 bij 3 centimeter wil weg hebben. Dan pak ik deze. Dan zet ik hem op 3 centimeter. Enter. En dan kan ik hem hier bovenin zetten. Hij staat hier nu op de 0. En ik wil hem dan op 12 centimeter hebben vanaf de linkerkant. En dan staat hij hier exact op de hoek.
Wat ik dan kan doen is hem hier selecteren in het lage paneel. Het gele vak selecteren. Combineren en verwijderen. Dan is die hoek weg. De gele laag zet hij dan altijd helemaal omhoog. Kan ik met de rechtermuisknop achteraan plaatsen. Want dan gaat hij in één keer helemaal naar beneden. Maar je kan hem ook hier pakken en onderaan zetten. Als je hem gewoon van boven naar beneden sleept. Dus het positioneren wordt zo heel makkelijk. Hoe werkt het bij diagonaal? Wordt er gevraagd. Naar rechts lukte mij, maar daarna naar links lukte het niet meer. Zowel boven als onder. Nou, stel dat ik hier een vouwlijn wil hebben van hier naar daar. Dan weet ik dat dat, hij was 15 centimeter, dus 9 centimeter is dit. Wat ik dan doe, is naar voor me gaan. Deze selecteren weer. Oh. Nou, ik wil die vouwlijn pakken, maar... Opnieuw. Voor me. Die. Zo. Ik maak er weer een boogje van. Hij staat nu op 45 graden. Ik had hem hier ook op 45 kunnen zetten. Ik maak hem 9 centimeter breed. En nu weet ik dus dat hij... nee, hij moet niet 9 centimeter breed zijn. Hij moet natuurlijk veel breder zijn. Hij moet ongeveer zo zijn. Nou, wat ik dan doe, is als ik er nog eentje wil hebben, dupliceer ik hem. Ik ga hem omdraaien. Ik selecteer ze beide. Uitlijnen in het centrum. En ik ga ze heel even bijvoegen, zodat ze bij elkaar blijven staan. Zie? Als ik deze ook even hier bij elkaar zet en ik kies op bijvoegen, blijven ze ook staan. Ik selecteer nu het geheel. Uitlijnen in het centrum. Bovenlaag even naar achteren. En dan heb ik die vouwlijn in het midden staan, maar dan schuine zijlijn. Hoe maak je van dat kleine vierkantje één zijde snijlijn en één zijde vouwlijn? Dat gaan we weer doen met gewone lijntjes. Dus als dit een snijlijn moet zijn. Ik ga hem eventjes ontkoppelen. Dan. Die wil ik bewaren. En deze. Dit ga ik even allemaal weghalen. Ik selecteer hier de vouwlijn. Ga ik even exact op 3 centimeter zetten. Nee. Zo. Enter op 3 centimeter. Waar je dan eigenlijk voor gaat zorgen. Deze zet ik eventjes hier neer. Op 3. Ho, dat is wel een hele lange. 3. Zo. En deze haal ik even weg. Waar je dus eigenlijk nu voor gaat zorgen is, stel dat dit een snijlijn moet worden. En dit vouwlijn. En dit moet vouwlijn zijn. Dan ga je gewoon deze 3 centimeter korter maken. Dus deze zetten we op 12. Die ga ik bij de y-as op 3 zetten ook. Zie? En dan gaan we hier een snijlijn plaatsen. Dus ik pak deze even, ctrl-c, ctrl-v. Die staat hier nu op vouwen, maar die ga ik op standaard snijden zetten. Dan zie je dat het een doorgetrokken lijn is en dan is het dus een snijlijn. Dus die selecteer ik weer en die maak ik bij de hoogte
3 centimeter. Even hier neerzetten. Hij staat op 0. En deze moet exact op 3 staan. En we hebben hier een snijlijn. En dit is een vouwlijn. Dus deze vouwlijn ga je vouwen. Hier ga je je lijm straks doen. En die plak je aan de achterkant van die bovenste. Wat je altijd natuurlijk wel moet doen, is dat je het geheel selecteert en op bijvoeg drukt. Zodat die vouwlijnen ook op de plek blijven staan in jouw vierkant waar jij ze wilt hebben. Is dit een klein beetje duidelijk, Kirsten, wat ik bedoel? Nee, niet dom. Het is gewoon een keertje proberen nu. Gewoon altijd je vragen stellen. Want domme vragen, echt geloof mij, die bestaan er niet. Je wil niet weten hoe vaak ik de vraag in de live bijvoorbeeld krijg. Waar is deze tool voor? Die zit vaak in het setje als jij een grote toolset koopt. Heel simpel is de dop van de schaar. Maar je zult het niet te weten. En je zult er net niet op kunnen komen. Nou ja, dan kun je het beter vragen, want dan weet je het wel. En dat geldt echt voor alles. Gewoon lekker vragen. Patricia, als jij mij een keertje mailt, kunnen we samen even kijken. Mijn e-mailadres is info@cricketambassador.nl. Even kijken, heb ik nog wat gewist? Dorien vraagt, hoe werkt patroonvulling? Dat ga ik straks ook even laten zien. Wat zijn schablonen? Nou ja, inderdaad, Karin, voor de schaar. Maar als je het niet weet, ja. Dan kun je op een gegeven moment blijven denken en praktiseren en dan kom je er nooit meer op. Dus domme vragen zijn er echt niet. info@cricketambassador.nl, Patricia. Ik zal het even typen anders in de chat. Dan kun je het overschrijven. Ja, het is gewoon echt ja, de software leren kennen. Toen ik net begon met Cricket, met deze software, toen wist ik dit ook niet. Tot je op een gegeven moment eens een keertje ziet, ik zat als in die ijs. En denk, ja, wat doet dat nou eigenlijk? Want ik had echt serieus geen flauw idee. En als je eenmaal weet wat die functies doen, dan gaat er een wereld voor je open. En dan ja, wordt het allemaal een stuk simpeler. Maar je moet eventjes die link leggen met wat nu exact wat doet. Ik ga heel eventjes patroonvulling laten zien. Dus ik ga deze even weghalen. En we gaan een vormpje erbij pakken van een hartje. Die gaan we even groter maken. Patroonvulling ga je gebruiken als je gaat printen en daarna gaat snijden. Dus de print-in-cut-functie. Normaal gesproken, als je meerdere lagen hebt, pak je een plaatje. Selecteer je al die lagen en dan druk je hier op lagen vastmaken onder in je scherm rechts. Ik heb nu maar 1 laag, dus er zijn geen lagen die we vast kunnen maken. Dus we gaan even wat anders doen. We gaan naar bediening. En we zetten hem bij bediening handmatig op printen en snijden. Dus deze gaat hij nu in het zwart uitprinten. En daarna kun je hem op je snijmat plakken als hij uitgeprint is. En gaat hij hem uitsnijden. Dus dan hou je een zwart hartje over. Maar dan kun je net zo goed een hartje uit zwart papier snijden, denk ik dan altijd. Hier kun je de kleuren veranderen. Dus als je een specifieke kleur nodig hebt waar je geen papier van hebt, kun je het ook op deze manier doen. Maar je kunt hem van kleur ook op patroon zetten. Nou, als we dat gedaan hebben, dan zie je al jouw geüploade patronen terug. Dus ik heb hier allemaal patroontjes staan. Ik druk eventjes op deze. Is volgens mij
Een kerstpatroontje met kersthuisjes, ja. We hebben nog meer patronen inmiddels geüpload. En dit zijn bij mij, dit is dan Sinterklaas, deze ook. Mijn jongste, die geloofde tot dit jaar heilige Sinterklaas. En ik wilde graag in zijn fotoalbum ook een leuke pagina maken voor Sinterklaas. Ik had op de Crea Doel wel papier gezien voor Sinterklaas. Alleen dat was ik vergeten te halen. En toen ging ik kijken op internet. Na de Crea Doel wou ik het bestellen. En er kwam er weer 7 euro of zo verzendkosten bij. En toen dacht ik, joh, laat me zitten. Ik ga zelf wel wat doen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik ben op zoek gegaan naar inpakpapier. Naar groothandels met inpakpapier. En dit is dus een voorbeeldfotootje van inpakpapier die ik geüpload heb bij uploaden. En dan als patroonvulling heb geüpload. Als je patroonvulling uploadt, kun je een JPG, een GIF, PNG of een BNP afbeelding uploaden. En dat heb ik dus gedaan voor de afbeelding die je hier nu ziet staan. Dus dit Sinterklaaspapiertje heeft hij nu mijn patroon meegevuld. Als ik deze ga uitprinten, dan print hij inderdaad dit hart uit zoals je hem hier ziet. En daarna kan ik hem uitsnijden met de machine. Als ik hem selecteer en ik ga weer naar dat hartje toe, kan ik mijn patroon ook bewerken. Ik heb hem nu hier staan. Ik kan hem dus verkleinen, dus dat ik meer hartjes allemaal op mijn vorm krijg. Ik kan hem ook inzoomen, zodat het minder wordt. Maar ik kan er dus ook heel veel op zetten. Ik kan hem hier draaien, kan spiegelen, kan hem schuin zetten. Ik heb nu bijvoorbeeld heel veel Sinterklaas afbeeldingen erin staan. Heeft dit een beetje jouw vraag beantwoord over die patroonvulling? En dan ga ik gelijk even lezen wat Blijken zegt. Ik wil een project opslaan. Een bestaande selectie. Kaarten, maar ik moet het een naam geven. En het werd een nieuwe collectie. Wat doe ik verkeerd? Nou, ik ga deze even opslaan, Blijken. Want dan ga ik eens even kijken wat er gaat gebeuren. We drukken op opslaan. Ik kan hier nu een naam geven aan mijn project. Ga ik nou op nieuwe collectie drukken? Ja, dan maak ik een nieuw mapje aan, zoals ik hier allemaal mapjes heb staan, waar ik mijn projecten in zet. Dus al mijn basisdoosjes, mini-albums, heb ik allemaal in aparte in mappen staan. Dus deze noem ik eventjes hard, live, 24.01. Gewoon heel eventjes de datum van vandaag, want dat verwijder ik straks weer. Als ik nu hier op nieuwe collectie aanmaken druk, ja, dan moet ik een naam geven aan mijn mapje en daar komt het dan in te staan. Maar dat wil ik niet, want ik wil het gewoon in een bestaand mapje hebben. Dus als ik hier even kijk, ik zet hem even hier in Design Setups. Dan ga ik op opslaan drukken en dan staat dus het mijn hartje wat ik heb met deze naam in het mapje. Dus waarschijnlijk heb je dan per ongeluk op nieuwe collectie aanmaken gedrukt misschien. Want dan ga je hem namaken voor een mapje en wordt het in je nieuwe collectiemap gezet. Als dat niet het geval is, dan hoor ik het graag. En Doreen, heel veel succes met uitproberen. Gaat je vast lukken. En als het niet lukt, vraag je het gewoon lekker of onder deze live video. Of je vraagt het op de Facebookgroep Cricket Fans Nederland België. Of we kunnen helpen, zullen we dat altijd doen. Even kijken. Patricia zegt, ze kijkt zoveel filmpjes. En dan zie je door de bomen het bos niet meer. Nou ja, wat mijn tip is, is als jij iets wil maken, bedenk dan wat je wil gaan maken. Wat je wilt gaan maken en zoek daar specifiek een filmpje op. Als ik nu 20 filmpjes ga kijken. Voor mij is design space filmpjes hoef ik niet te kijken, want dat kan ik dromen inmiddels. Maar stel, ik wil bijvoorbeeld in Procreate wat leren of in Affinity Photo Design programma, want dat zijn dingetjes die ik heel erg leuk vind om te leren. Als ik nu 20 filmpjes ga kijken, dan weet ik na filmpje 5 al niet meer wat ik in het eerste filmpje heb geleerd, zeg maar. Ga ik nu specifiek zoeken op iets wat ik wil maken, dus
maakt niet uit. Stel, jij wil een site-edge kaart maken. Ga jij op YouTube zoeken naar hoe maak ik een site-edge kaart in Design Space. Maar je gaat niet 20 filmpjes kijken, want dat werkt echt niet als je al die filmpjes achter elkaar kijkt. Want als jij bij filmpje 5 bent, ben je echt dat eerste filmpje bijvoorbeeld alweer vergeten. Of het gaat allemaal door elkaar heen. En ja, dat is gewoon, naar mijn idee, niet prettig. Ja, dat kan inderdaad kloppen, Mirjam. En de patronen wist je ook niet. Nou, wat ik leuk vind aan die patroonvulling is gewoon dat ik echt een achtergrondje specifiek kan kiezen die ik zelf geüpload heb. Ja, wat ik al zeg, dit is gewoon een plaatje van inpakpapier. Op Creative Fabrica heb je bijvoorbeeld ook heel veel patroonvullingen die je kunt downloaden, kunt aankopen. Digitaal achtergrondpapier heb je wel eens dat je dat kan vinden. Ook wel eens gratis als freebies. En dat kun je dus allemaal uploaden bij patronen. En dat kun je dus toevoegen aan je print- en cut-afbeeldingen. Dus dat is wel een functie die enkel voor de Maker en de Explorer te gebruiken is. Heb je nou een Joy, dan zul je bijvoorbeeld bij uploaden nooit een print- en cut-patroonvulling kunnen uploaden. Want die blijft dan grijs. Die is niet te gebruiken voor de Joy. Omdat het dus echt een printfunctie is. Dat je echt alleen voor de Maker en de Explore machines kunt gebruiken. Heeft iemand nog een vraag? Is er nog iets wat je graag wil weten over de software? Over een van de nieuwere functies in Design Space? Even kijken. Er is een vertraging, dus ik wacht nog eventjes of er nog vragen zijn. Zijn er nog dingen die jullie graag willen weten voor nu? Ik ga gelijk heel eventjes het lijstje erbij pakken met de data voor de volgende live video's. Want die wil ik ook nog even doorgeven. Ik had er al wel een lijstje gemaakt, maar ik heb ze nog niet allemaal toegevoegd. 5 februari gaan we bijvoorbeeld live met de Smart Materials Box. Ik weet niet of jullie die box al kennen. Even kijken, we gaan eerst heel eventjes Aranka nog lezen. Ga ik ze dadelijk dat lijstje voorlezen over de nieuwe lives. Uit de afbeeldingen heb ik onlangs een wolf op mijn canvas geplaatst om uit te snijden. Ik wilde niet alle onderdelen. Hoe verwijder ik dat? Was dit een enkel laag, dus een één laag afbeelding, Aranka? Nou, volgens mij bedoelde ze net even iets anders. Ik bedoel, er blijkt iets anders. En volgens mij is dat nu duidelijk. Want volgens mij had zij een mapje aangemaakt in plaats van dat ze haar project alleen een naam gegeven had. Ja, Marinda, deze afbeelding die je nu ziet, dus dat hartje met al die Sinterklaas en met die Zwarte Piet, of met die Piet print erop, dat gaat hij uitprinten en daarna snij je het uit met je machine. Dus dit is inderdaad een print- en cut-functie. Je kunt echt allerlei achtergrondjes gebruiken. Galaxy, bloemetjes, noem maar op. Ik heb echt van alles erin staan. Inmiddels. Zie, dit is allemaal kerst. Even kijken. Dit is dat ook nog kerst of niet? Kijk, bloemetjes. Oké, Hermine.
Heel herkenbaar, Agnes. En slaap lekker, Mirjam. Print en kut kun je inderdaad gebruiken met elke printer. Dus gewoon met je eigen printer thuis, die je thuis hebt staan. Nou, schablonen heel even voor Doreen, dat ga ik wel heel even laten zien. Ik ga eventjes schablonen erbij pakken bovenin. En ik zal heel even een shirtje hier kiezen. Boven staat ook in het scherm dat alleen de referentie is. Niet wordt opgeslagen in het project. Je gaat het dus niet uitsnijden of zo. Als je dit plaatje hier selecteert, dan krijg je hier wat dingetjes te zien. Ik kan de kleur veranderen van het shirt. Ik kan hier de maat veranderen van small, medium. Ik kan hier geen formaat aangeven. Dus ik kan niet dat formaat van dat shirt veranderen. Ik kan wel het model aangeven, geven hier mannen, vrouwen en kinderen. Maar heel eerlijk, persoonlijk gebruik ik die schabloonfunctie eigenlijk nooit. Ik leg mijn shirt voor me neer, ik meet op hoe groot mijn shirt is en hoe groot ik mijn afbeelding daarin wil. In het begin zul je dat wat vaker meten, maar op een gegeven moment weet je al. Oké, dit shirt, nou de afbeelding moet ik ongeveer 16 centimeter breed hebben. Het ligt eraan waarvoor je het gaat maken. Of ja, op een gegeven moment dan weet je dat wel. Maar ik werk eigenlijk nooit met de schablonen. Maar ik pak gewoon het shirt erbij. Leg het voor me neer. En vanuit daar kijk ik hoe groot ik mijn afbeelding wil hebben. Dus dat is heel eventjes die schabloonfunctie. Ik wil jullie vast heel eventjes de data doorgeven. 5 februari ga ik om 3 uur live met de Smart Materials Box. En die ga ik er heel even bij pakken, want ik heb hem hier staan. Even kijken. Als het goed is, zien jullie nu niet meer mijn scherm. Dit is die Smart Materials Box van Cricut. Dat is een pakket ter waarde van €125 volgens mij uit mijn hoofd. En die kun je kopen online voor €49,95. Waar hoef je niet aan mee te doen, Karin? In deze box zitten allerlei materialen. Deze box gaan we uitpakken in de live op 5 februari, zodat iedereen precies kan zien wat erin zit. En we gaan een leuk project maken op 5 februari om 3 uur 's middags met die Smart Materials Supply Bundle. Dus mocht je... wat zien jullie van mijn scherm nu? Even kijken, ik ga even stoppen met delen. We gaan het even zo doen. Dit is die Smart Materials Bundle. Smart Materials Supply Box. Er zitten dus diverse materialen in. Sticker, papier, transferfolie, diverse folies hier. Even kijken hoor. Er zit vinyl in. Nog meer Smart Vinyl. Nog een Smart Vinyl, dus 3 Smart Vinyls, transferfolie, stickerpapier, Smart stickerpaper, iron-on, Smart iron-on, voor kleding te bedrukken. En er zit een leuke toolset in. Gaan we 5 februari wat mee doen. Om 3 uur 's middags. Maar ik ga dat straks ook nog even op de groep plaatsen. 15 februari gaan we het uploaden. Uitgebreid bekijken in Design Space. Hoe ga je nou die patronen uploaden? Hoe ga je bepaalde afbeeldingen uploaden? Uploaden van afbeeldingen die niet te uploaden lijken omdat ze niet goed, niet mooi strak worden als je iets wil uploaden. Dus dat wordt 15 februari om 8 uur 's avonds.
Dan hebben we 21 februari om 11 uur 's morgens nog een live staan. En in die live van 21 februari gaan we de print- en cut-functie uitgebreid bespreken. Gaan we een kaartje bijvoorbeeld maken met print en cut, stickertjes maken met de print en cut functie. Welke materialen gebruik ik het liefste? Welke instellingen gebruik ik? Dus dat zijn de komende 3 lives die ik op dit moment in de planning heb staan. Het kan best zijn dat ik in die tussentijd nog eens een keertje extra live ga, maar dat zijn dan de onverwachte lives. Als ik dan op een gegeven moment 's morgens denk van joh, ik heb vanmiddag niks te doen en ik wil een project gaan maken en ik wil dat zelf gaan ontwerpen, heb ik vorige week ook gedaan, dan ga ik gewoon live en dan ga ik lekker live dat project ontwerpen. Kunnen mensen meekijken hoe ik iets ontwerp en eventueel meedoen. Dus misschien dat anderen er dan ook wat aan hebben. Net als dat ik laatst gedaan heb met die buigkaartjes in de live, deze. Of ja, ik weet het nog niet. Maar dat zijn dus de onverwachte lives die ik ga doen. Dus de onverwachte meer design appjes, lives. Ja, dat zijn echt de dingen waar ik zelf mee bezig ben op dat moment. En dan kan ik het net zo goed live doen dan wanneer ik het niet laat zien. 21 februari, de print en cut live is om 11 uur 's morgens. Alle lives die ik doe zijn ook altijd terug te kijken naar de live. Dus heb je nou vandaag zoiets van, joh, ik kon niet meekijken vandaag en je hebt morgen zoiets, ik wil nu kijken, kun je altijd naar mijn YouTube kanaal gaan en dan kun je kijken bij de live video's en daar staan alle video's in van de lives die ik in het verleden gedaan heb. Dus die blijven ook allemaal staan. Bijna, Patricia. Dus ja, dat zijn van die dingetjes die ik in de planning heb staan nu. Ik heb al wel een lijstje gemaakt met andere lives. Laat ook zeker weten als je eens een keer iets wil zien in een live. Of als je iets behandeld wilt hebben. Iets wat niet lukt of iets waar je heel benieuwd naar bent. Laat het me weten. Stuur me even een privéberichtje. Of zet het op de Facebookgroep waar je mij tagt met mijn naam Tamara Tichelaar. Zodat ik ze ook terugvind. En dan kan ik ook altijd daar rekening mee houden. Met wat jullie eens graag willen zien. En dan kunnen we daar live mee gaan. Dus als je ideeën hebt, leuke dingetjes, laat het me dan weten. Marinda die zit in de ziektewet vanwege een gebroken voet. Oh, dat is niet zo best Marinda. Ik hoop dat je niet zo heel lang meer hoeft. Ik weet niet of je nog lang in het gips moet. Maar ik zal proberen om wat vaker die onverwachte lives ertussen door te gooien. Want ik ben zo vaak bezig met ontwerpen. En of ik nou in mijn eentje thuis zit te ontwerpen. Of ik gooi YouTube aan en je kunt meekijken. En je kunt het later namaken. Daar leer je gewoon heel veel van. En het is echt waar. Hoe beter jij de software leert kennen, hoe meer plezier je gaat hebben in je machine en in alles wat je kan doen met de machine. Want als je alles een beetje snapt, dan ja. Nee, Patricia, dat is inderdaad niet meer. Oh, 4,5 week, dat is nog wel even een tijdje. Nou, dan beloof ik dat ik zeker nog 2 keer live ga, onverwachts in die 4 weken. En als jij dan een keer een voorbeeldje stuurt van een kaartje of een doosje bijvoorbeeld, dan gaan we kijken of we daar iets leuks mee kunnen voor je. Even kijken. Had ik nog wat gemist qua vragen? Marinda, ja, print en cut kun je inderdaad gebruiken om eigen stickers mee te maken. Dat doe ik eigenlijk ook heel veel. Jammer dat de hittepersen zo zwaar zijn. Ja, ik snap voor jou inderdaad. In jouw geval zijn ze gewoon
ja, te zwaar voor jouw gebruik, Patricia. Zelf heb ik sinds kort de Autopress aangeschaft. Maar ook omdat ik met sublimatie werk. Ja, daar hangt alleen wel een ander prijskaartje aan. Maar dat is gewoon iets waar ik een hele tijd voor gespaard heb. Blijken, je kunt inderdaad de beta-versie. Ik zal heel even mijn scherm delen ook met jullie. Even kijken. Waar is mijn knopje? Hier zo. Even naar mijn desktop weer. Ik ga eventjes boven in het scherm naar de drie streepjes. Als je daar naar instellingen gaat, dan zie je hier de beta-versie staan, voor degenen die dat nog niet weten. Er is inderdaad voor de print-and-cut-functie een beta-update. Dus als je de beta-versie gaat uploaden, krijg je een nieuwe print-and-cut-functie als je mazzel hebt. Het is niet zo dat het per se is dat je hem direct hebt, want het gaat altijd in etappes, de updates. Dus je kan de beta-versie downloaden en even kijken of je hem al hebt, de nieuwe functie. Altijd voordat jij Print & Cut gaat gebruiken en je hebt er een update voor gehad, kalibreer hem dan eventjes. Dus hier druk je hem op om hem op de beta-versie van de software te zetten. Druk hier even op OK. Drie streepjes bovenin weer. Voordat je dan gaat gebruik maken van die nieuwe Print & Cut functie, ga je even naar kalibratie. En dan ga je heel even de print en snij kalibratie doen. Dus altijd opnieuw kalibreren. Ja, kijk, dat is heel persoonlijk, Patricia. Ik doe er ook niet heel veel mee, maar het was iets wat heel erg hoog op mijn wensenlijstje stond. En ja, ieder daar helemaal voor zich, hè, wat je het wel en niet waard vindt. En ik ga ook niet oordelen over wat iemand wel of niet koopt. Ik kan niet in iemands portemonnee kijken. Ik ben ook niet iemand die iedere week shirtjes maakt. Maar ik vind het voor mezelf gewoon heel fijn. Is er veel verschil tussen de live en de beta? Ja, de live versie, dat is de geteste versie van de software. Ik ga hem heel eventjes hier uploaden. Even kijken, instellingen. Zo, even kijken hoor. Want ik moet heel eventjes wat checken. Even kijken. Dus ik ga hem hier heel even op de beta-functie zetten van de software. Dan druk ik op OK. Dan gaat mijn software even opnieuw installeren. Zie, nu ga ik dus van de live-versie naar de beta-versie van de software. En dan ga ik eens eventjes mijn schermpje openen. Tenminste, als hij dat doet. Kijk, nu zie je ook boven in mijn scherm staan. Ik weet niet, ik ga eerst even checken of jullie mijn beta software al zien zo dadelijk. Dat is helemaal aan jezelf. Ik gebruik heel graag de beta versie, omdat ik het heel fijn vind om mee te kunnen testen. Dus als er dan dingetjes zijn die niet goed gaan in de beta versie, kun je dat doorgeven. Dat is voor Cricut heel, heel fijn, zodat ze weten van waar het eventueel misgaat.
Als het misgaat, kan ik altijd weer terug switchen naar de live versie. En het voordeel van de beta versie vind ik dat als ik in die beta versie werk, dan heb ik ook als eerste alle nieuwe functies in Design Space. Kijk, ik ga heel even snel een plaatje erbij pakken. Ik pak deze even met de vogeltjes. Druk even op lagen vastmaken. Ik maak hem wel wat kleiner, want hij is wel heel groot nu. En ik ga hem dan maken. Ik ga nu niet de print en cut functie helemaal uitleggen, want dat gaan we de 21ste echt doen. Kijk, nu zie je dus dat mijn print en cut scherm alleen nog 4 driehoekjes heeft in de hoeken. Dus dat mijn vel ook meer te benutten is voor print en cut dan dat het hiervoor was. Dus dat is even een van de updates. Als je dit gaat gebruiken, ik heb het al gebruikt, werkt echt perfect vind ik. Als je dit gaat gebruiken, dus eerst even kalibreren voordat je nu die print en cut functie gaat gebruiken in de beta. Dus vind je het leuk om al snel nieuwe functies te hebben en om dat ook te testen, kijken hoe het gaat. Ga dan vooral naar de beta. Soms wil het bij mij wel eens zijn dat ik in de live versie ergens mee bezig ben en dat het of niet helemaal goed gaat of dat het wat trager is. En dan zet ik hem op de beta functie en dan gaat het vaak gaat het heel snel of andersom ook wel eens. Dan loopt het in de beta versie niet, ga ik weer terug naar de live functies, versie van de software. Dus dat is eventjes helemaal aan jezelf wat jij prettig vindt. Ja, klopt. Als jij inderdaad iets wil uitsnijden wat al op papier staat, dus wat je niet via de software doet, bijvoorbeeld 3D-plaatjes uitsnijden, dan heb je eerder wat aan de broader scanning kut. Want dan kun je dus inscannen en daarna uitsnijden. En dat kan inderdaad niet met Cricut, ook niet met Silhouette. Daar heb je echt een broader voor nodig. En dat is inderdaad anders bedoeld dan scanning kut. Had er iemand nog een vraag voor vanavond? Want anders ga ik jullie een hele fijne avond alvast wensen. Als er verder geen vragen is. Geen vragen zijn. Gaat goed vandaag. En het print en cut gaan we dus echt de 21ste ook uitgebreid bespreken. Mochten er vragen over zijn, kun je die altijd wel al plaatsen op de Facebookgroep. Voor de print en cut materialen de 21ste. Ja, wat misschien handig is A4 stickermateriaal te hebben. Wat je dus kunt gebruiken om stickers mee te maken. Ik gebruik daar A4 etiketmateriaal voor. Ik gebruik het via van Amazon en van bol.com. Je hebt ook wel eens bij de boekhandels A4 papier. En dat zijn vaak wel de papiertjes die ik gebruikte in het begin om te gaan testen. Omdat dat gewoon een stuk goedkoper is dan het kwalitatief wat betere A4 stickerpapier. Dus ja, stickermateriaal, gewoon wit printpapier kun je in diverse diktes gebruiken. Maakt allemaal niet uit. Het is niet specifiek iets wat je nodig hebt. Als jij een printer hebt en je hebt printerpapier, dan zou je bijvoorbeeld al gewoon je print en cuts kunnen maken. Maar het is wel makkelijk om bijvoorbeeld, als ze eventueel stickers gaan behandelen, dat je dat ook na kan maken. Dus kijk dan voor A4 stickermateriaal. Even kijken, wat staat erin? Dat wordt sparen. Ja, dat inderdaad, Patricia. En ik zie je mailtje wel verschijnen. De lijst met data's die ga ik morgen heel eventjes toevoegen. Op de Cricut Nederland België groep staan al wel datums bij de events toegevoegd van mijn lives. En op de Cricut Fans groep ga ik ze ook morgen even plaatsen. Ik ben zeer dankbaar. Een aantal keren gemist. Nou, ik moet ook zeggen dat ik de laatste tijd weinig online geweest ben. Omdat ik gewoon heel moe was. Maar we zijn er weer, dus.
Nou, dan ga ik jullie in ieder geval nu een hele fijne avond wensen. Bedankt dat jullie er waren. Hartstikke leuk. Als je mijn kanaal nog niet volgt, volg hem dan eventjes. Belletje aan, dan krijg je altijd een berichtje als ik live ga. Wie weet zie ik jullie 5 februari of eerder in een onverwachte live. Ja, wat ik al zei, komende vragen horen we het heel graag. En dan zie ik jullie misschien wel volgende week. Hey, hele fijne avond en tot ziens.